Dankjewel! Ik ben Marga Klein-Swormink. Ik woon hier aan de Vogelweg. Samen met Wim hebben wij een biologisch dynamisch akkerbouwbedrijf. Ik sta hier vandaag bij Karin. Karin is een van de boeren waar wij samen de Stichting Vogelier mee zijn hier aan de Vogelweg. We zijn met 6 boeren en dit jaar zijn wij samen met de provincie en Flevolandschap een project gestart om de biodiversiteit hier aan deze strook bij ons aan de Vogelweg te versterken. Vandaag wordt er geoogst. We gaan thee oogsten, kruidenthee oogsten. Dat is een van de nieuwe experimenten die wij doen. Je ziet hier kamille staan, daar wordt thee van gemaakt. Weegbree en ook zelfs paardenbloem. We zijn een project gestart met Flevolandschap en de provincie. Omdat we aan deze strook hier allemaal wonen. En we zagen kansen om de biodiversiteit op deze strook te versterken. Nou, dat klinkt heel mooi. Uiteindelijk moet daar natuurlijk ook een businessmodel bij passen. Want dat kunnen we uit ideaal allemaal goed willen. Maar als boer moeten we natuurlijk ook ons bedrijf draaiende kunnen houden. Dus we zijn daarover in gesprek gegaan met de provincie en met Flevolandschap. En zijn uitgekomen op een 3-jarig project waarbij we 3 doelen nastreven. Het eerste doel is dus die biodiversiteit. Het tweede doel is na 3 jaar een businessmodel. En het derde doel is dat we leren van het project en daar ook over delen met anderen. Een van de 3 doelen van het project is dat we kijken naar innovatieve gewassen die de biodiversiteit versterken en een goed businessmodel zijn. Dat vind ik zelf ook wel echt een heel leuk onderdeel van het project. Dat betekent dat we naast dat we hier kruiden telen ook bezig zijn met gewassen voor textielkleurstof. We kijken bijvoorbeeld naar haver, niet zozeer als veevoer, maar we willen daar ook kijken of we daar dan vervolgens havermelk van kunnen maken. Koolzaad, echt ook als product om koolzaadolie van te maken. Hartstikke leuke ontwikkelingen waar we met de 6 boeren hier aan deze weg echt allemaal voor willen gaan. Ondanks dat we allemaal verschillende boeren zijn. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik ben Karin Perdaams, voorzitter van Stichting Vogelier. We staan hier vandaag bij het theekruidenveld. Naast dat er een rand is voor de biodiversiteit, die blijft gewoon staan zolang als het kan. Je hoort de bijen en insecten bezig zijn. Maar hebben we ook kamille en die zijn we vandaag aan het oogsten. Die gaat in de thee en ook dat vinden de bijen erg prettig. En daar hebben ze van kunnen genieten, zeker vroeg in het jaar al. Daarnaast gaan we vandaag nog de weegbree oogsten en de paardenbloem. Dat komt allemaal in de thee van Wilderland. Die jongens zijn vandaag aan het oogsten hier. En alles is nieuw. Voor hun is alles nieuw, maar voor ons ook. Voor ons is het nieuw om onkruiden te telen voor een product. Voor een thee, voor iets wat super lekker is. Dat is ontdekken, hoe gaan we dat doen als boeren zijnde. En zeker de paardenbloem had nog wel eventjes wat overwegingskracht nodig voordat we die gingen zaaien zelf. Maar het is super leuk en we merken het gewoon dat het niet alleen biodiversiteit is in het land, voor de mensen, voor de dieren, voor de fauna, maar ook als boer zijnde dat het een diversiteit in je bedrijf geeft. Daarnaast is het zo dat je niet alleen biodiversiteit op het land krijgt, maar ook in het ondernemen. In je netwerk kom je gewoon mensen tegen die dan dingen doen. Zo kwam ik de jongens van Wilderland tegen, terwijl ik met onze eigen knoflook bezig was. En zo kom je weer op de thee. En deze kamille, die kan je ook gebruiken voor de kleurstof die Marga weer gebruikt in haar project. En dan krijg je dus kruisbestuiving, ook in het ondernemen en niet alleen op het veld. Graag geef ik het stokje door aan de volgende.